sta hier op de British Car and Lifestyle beurs. En wat zie ik? Een Mustang. En naast me staat de voorzitter van de Rover Owners Club. En die kan misschien dat wel even uitleggen hoe dat nou zit. Ja, de verwarring is natuurlijk snel ontstaan met zo'n stijgerend paardje. Maar de naakte waarheid is dat de motoren inderdaad van Ford afkomen. En het inderdaad precies dezelfde motor is die in de Ford Mustang werd gebruikt in die jaren. 883 zijn er totaal geproduceerd, waarvan een deel onder het MG-logo en 104 slechts onder het Rover-logo. Daarvan zijn er 11 in Nederland verkocht, dus het is wel een van de meest zeldzame auto's die u kunt tegenkomen. Kijk, dat zijn toch leuke wetenswaardigheden. Kunt u mij nog meer vertellen over de Rover Club? Ja, natuurlijk. De club bestaat bijna 50 jaar. We zijn echt begonnen als een eenmodelclub met de P4. Achter ons kunt u een heel scala zien van auto's uit het verdere verleden. Vandaag hebben we ons een beetje geconcentreerd op het gebeuren van na de oorlog. Maar nogmaals, we doen het allebei. Het betekent ook dat er heel veel variatie is binnen de club. Dat het niet allemaal over één model gaat waar iedereen op enig moment wel zijn zegje over gedaan heeft. En we proberen daarmee toch in leven te blijven als club in deze tijd. Ja, het is natuurlijk algemeen bekend dat in de classic cars toch een vergrijzing ontstaat. Hoe gaat u er als club mee om, om ook de jongeren wat meer te betrekken? Ja, wij vinden het ontzettend belangrijk om de jongeren inderdaad aan ons te binden. Dat doen we met Facebook, dat doen we met een website. En voor de wat oudere traditionele leden hebben we natuurlijk een clubblad. Dus we hebben eigenlijk drie communicatiemogelijkheden. Het is zo dat wat we heel leuk vinden, dat zijn interviews te houden tussen vader en zoon. Dus waar de vader zeg maar het virus heeft overgebracht naar de zoon, of in mijn geval naar dochter. En daar zijn we nu met een serie interviews bezig om ook via die weg zeg maar aan te geven, jongens, het is niet alleen voor oude mannen, maar ook er is een hele nieuwe generatie en daar zullen we toch van moeten hebben. Ja, wij hopen ook met de retourtocht meer jonge mensen te kunnen betrekken met wat jeugdige Engelse auto's, zodat we een leuk breed scala kunnen presenteren.